Goedemiddag, ik ben Mathis van Vlaming Vastgoed. Welkom in het centrum van Tielt, de Sint-Janstraat 42. Deze neoclassicistische woning, gebouwd in 1871, heeft jullie fantastisch veel te bieden. Kom mee en ontdek het zelf. Ruime fantastische inkom, al deels gerenoveerd geweest, gaan we onmiddellijk binnen in een prachtig afgewerkt bureel, waarin dat we respect hebben voor de authentieke materialen, zoals het visgraatparket. Al de rest blijft staan van de hangende meubelen die zijn afgewerkt in duurzaam Koreaan. En dan misschien wel het neusje van de zalm. Hier hebben we de concertzaal, gebouwd in 67 vorige eeuw door de toenmalige eigenaar de familie Van Houten. Prachtig afgewerkt, hier kan er volledig op ingespeeld worden. Hier werden de concerten gegeven tot eind jaren 90 vorige eeuw. Hier is elk materiaal, we zien elke nagel die we zien, is volledig verstopt om eigenlijk optimaal het akoestisch comfort te kunnen garanderen. Daarbuitenin hebben we nog een prachtige open haard en dan uiteraard het fantastisch zicht op de hele mooie ruime tuin. En dan komen we op de eerste verdieping. Prachtige, authentieke, gerestaureerde trap. Slaapkamer 1 gaan we binnen. Mooie, ruime, afgewerkte slaapkamer met veel daglicht. En dan komen we direct binnen in de master bedroom. Waarom de master bedroom? Dat toon ik jullie meteen. Prachtige wandkasten, allemaal maatwerk. Dit kan dus niet weg. Dit is dus in één stuk gemaakt. Voldoende inbouwkasten die ons ook naadloos laat doorgaan naar de afgewerkte badkamer. Met een fantastische extra. Een ontspanningsruimte, de hamam. En de inloopdouche. Op de tweede verdieping hebben we nog een volledig ingerichte zolder via vaste trap bereikbaar, waar er nog fantastisch veel mogelijkheden zich bieden. En dan komen we hier in de derde slaapkamer. Ook volledig voorzien van maatkasten, maar dan heb ik nog een heel speciaaltje voor jullie. Een ruime kast naar de escape room. Hier komen we in een volledig andere guesthouse terecht die wel een aparte inkom biedt. Dus voor zowel logees of iets oudere kinderen kan deze ruimte ideaal dienst doen met eigen aparte badkamer en een eigen slaapkamer, een ruime slaapkamer met zicht op de tuin. Maar het grote voordeel dat deze ruimte biedt is dat een aparte inkom en een aparte uitgang is. En dan komen we vanuit het guesthouse rechtstreeks in de leefruimte terecht, waar we een heel aangenaam lichtrijke leefruimte hebben. Ook de eethoek, niet ontbreken, met fantastisch zicht op de tuin en aanpalende halfopen keuken. De woning is fantastisch onderhouden. Zoals je ziet, alles is spek en span. Hier neem ik jullie terug mee naar de voorzijde van de woning, waar we nog een dubbele garage vinden en voldoende parkeergelegenheden. En dan gaan we via deze fantastisch grote deur komen terecht in de prachtige tuin. Volledig aangelegde tuin. Met een tuinarchitect gewerkt, dat zien we ook wel. We hebben hier een prachtig zonovergoten terras, volledig aangelegd met pizza-oven. En ook zoals vandaag, de zon is van de partij. Extra goed voor de zonnepanelen uiteraard. Heel belangrijk aan dit perceel, we kunnen ook nog via de tramstraat naar buiten. We hebben nog twee garages langs de achterzijde van de woning. Ook is het vol bouwgrond, dus er kan zelfs nog ontwikkeld worden. Hebt u interesse in deze neoclassicistische woning met concertzaal, vier slaapkamers, prachtig aangelegde tuin, fantastische zolder? Maak dan nu je agenda vrij en maak nu een afspraak voor ons bezoekmoment op zaterdag 23 maart tussen 1:30 en 15:00. Tot dan!